De afgelopen twee wedstrijden hebben we verloren, maar tegen AZ speelden we helemaal niet verkeerd. En Mr. Wang is natuurlijk weer in het land, dus er valt genoeg te bespreken. En dat doe ik zoals altijd hier, op de Haagse Markt. En maar jij doet het wel goed, hè, die tv? Nou, ik doe mijn best. Ik ben nou ook bezig. Nee, ik vind het wel goed. Hè? Ik vind het wel goed, hoor, meen ik. Ja, dankjewel. Ik doe mijn best. Hoe gaat het, vriend? Alles goed. Gaat goed, maat. Zeker. Ja. Ja, zeker. Heb je lekkere vakantie gehad? Zeker, ja. Was wel lang genoeg, denk ik. Zo 7 weken zoiets is het geweest. Dus, Onze nieuwe keeper, Koopmans. Sterk. Ik vind hem wel een goede keeper, ja. Ja. Nog niet veel van gezien, toch? Ik weet niet, hij had goede uitstraling en zo'n doel. Gewoon echt wat je verwacht van een keepertje. Dus goed, vond ik wel goed, zeker. Dat is goed voor de, conditie, hoor, zo rondlopen op de Haagse Markt. Weet je dat je hartstikke populair bent? Echt? Ja, populairder als Ronald, zeker. Veel populairder. Deze veel populairder. Ja, dat is toch logisch? Ja, nee. Goh, ze komt ook weinig uit, man, hè? Nee, daar heb je helemaal niks aan. Daar heb je helemaal niks aan. Die kennen visje bakken, maar voor de rest heb je er niks aan. Hé, schat? Ja, natuurlijk. Hij is weer in het land, hè? Wie, Sinterklaas? Wie, de lieve goede Sint, nou wel. Hij is weer in het land. Ja, Sinterklaas? Nee, Mr. Wang natuurlijk. Mr. Wang. Wang, joh. Komt hij even met een paar duffelbags hier naartoe, of dat niet? Heb jij wat te zeggen in de camera? Ja, maar ik spreek geen Chinees. Ik ken alleen maar Babi. Gewoon in Nederlands. Ik ken alleen maar Babi Pangang en sambal bij. Ja? Wel lekker. Ja. Mr. Wang, een beetje schuiven, vriend. Hey. Moet het in het Chinees of... Gewoon Nederlands. Want daar kijkt iedere week naar. Geld, money. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Hij moet gewoon zijn poeplap trekken. Juist. Ach nee, hè? Wat zeg jij nou? Maar we spelen uit. Dus? 0-5 dan. 5-0. Echt ongelooflijk, die gozer. Ik heb nog met Dick Advocaat in de barberij gezeten. En zat hij toen al op zijn munten? Munten? Ja. Gier. Ja, Dick Advocaat gieren, toen al gierig. Zwart werkers, joh. Het is zo'n harde werker, die gozer. Kijk, een buffelen. En jij bent wel druk, hè, op zijn dag. Ja, ik heb veel lunchtijd op een dag. Ja, daarna kan je weer geven. Alleen maar juist, energie. Geven. Geluiden, spreading love. Vrijdag spelen we tegen Emmen. Heb je een kleine voorspelling? Ik denk dat we een hele geheime overwinning gaan halen. Gewoon even sneaky 1-0 ook? 0-1? Nou, ik denk 2-1. Ja, Emmen moet het toch gewoon kunnen pakken. Kom op, hoor. Als we dat dan niet kunnen pakken uit, dan... Gaat het op. Ja, wie gaan we dan pakken uit? Ja. Ik denk 2-2. Laten we daarmee afsluiten. Ja, hey vriend, ik ga nou een lekker harenkie nemen bij je. Ja, en een portie kippendink, ik heb honger. Nou ja, je weet waar mijn vrouw staat. Ik ga erheen, jongen. Ja, gozer, werk ze, man. Dankjewel. Ja. Ja, is echt lekker. Ja. Ja, een 9. Ik vind hem echt lekker, vriend.